De compassie, hoe kunnen we meewerken? Dus als je maar lang achter die kleuren aanloopt, kom je in het lokaal. Als je stem van de stad, als je dat pretendeert te zijn, dat je dat netwerk goed kan vertegenwoordigen. Dus niet door voor mensen te spreken, maar wel door met mensen te spreken die je niet op dit soort bijeenkomsten ziet. Je zit hier in Nieuw-West, midden in de wijk die te multicultureel zou je bijna kunnen zeggen. En dan lukt het je niet om eigenlijk al die mensen die hier in de buurt actief zijn, ook met het beleid, lukt het je niet om te bereiken. En dan heb je het echt puur over redacteuren, schrijvers, filmmakers. Die krijgen de verhalen vanuit de organisatie en die halen verhalen zelf op vanuit de stad. Maar die zijn niet dagelijks bezig met een verhaal ophalen en dan kijken welke gemeentelijke haakjes daar allemaal bij moeten komen. Ik begrijp helemaal goed hoe de communicatie werkt binnen de gemeente Amsterdam. Ik denk dat een hele trage redactie oplevert. Ruimtegevende initiatieven en die worden allemaal in de online platforms en de magazines al gepresenteerd. Alleen wat ontbreekt er? Er ontbreekt gewoon een platform dat iedereen weet, oh daar kan ik alle initiatieven vinden. Stadbreed. Ja. En dat zou gesupport kunnen worden vanuit de overheid. Ja. Als je de ambtenaar vraagt, zou je even commentaar willen leveren? Ja, dat mag niet, dat moet via de communicatie al doen. Dus alleen al die openheid die komt, die losheid die komt. We hebben in West gezien dat we met een paar ambtenaren en een paar mensen zijn begonnen. En uiteindelijk is er een netwerk van 200 mensen ontstaan, maar 150 ambtenaren. Die daarover mee hebben gedacht, mee hebben gewerkt, mensen hebben bereikt. En de bereidwilligheid van ambtenaren heeft er heel erg mee te maken. Ik heb het idee dat dus die ambtenaren dat al doorhebben. Alleen dat wij zelf als media nog lang niet zo ver waren. En als het gaat om samenwerken, dan wordt het helemaal lastig om van je eilandjes zeg maar, af te komen. En als je dat ook vanaf het begin niet bent, dan heb je de jongeren gewoon vanuit. Ja, dat is een hele rijke bron van informatie. Hoe zorgen we ervoor dat Stem van de Stad succesvol blijft? Ik wil alle Amsterdammers kunnen bereiken. Maar ik wil juist ook de mensen aan het woord die. Soms misschien is een initiatief wel heel erg leuk vinden. Wat is nu wat jou betreft de allerbeste suggestie om dat voor elkaar te krijgen? Dat iedereen bereikt wordt, vind ik persoonlijk wel een, iets van zo'n maatschappelijk belang dat het tot een van de kerntuinen van de gemeente behoort. Mijn tip is, start een pilot. Okay. Samen. Je bereikt mensen als ze doorhebben wat heb ik eraan. Vooral nu, jongeren zijn nog erger. Maar maak het niet te groot, maak het niet wat er allemaal nog meer allemaal bij komt, dan zit je alleen maar daar in die wolk en het gebeurt daar op de grond. Mag ik jullie uitnodigen om nog even te komen zitten? Stem van de Stad. In 2017 hebben we een heel mooi groot platform waarin alle stadsdelen verenigd zijn, allerlei initiatieven, burgerjournalisten die gebruik maken van de voorbeelden, daarover schrijven en ook zelf nieuwe initiatieven aanmoedigen, zonder verzanden in de gemeentelijke bureaucratie. Wat ongeveer? Helemaal goed.